Erwin Mulder, een dramatische competitiestart voor jullie moeten we helaas concluderen nu. Klopt. Twee wedstrijden, 0 punten. Hadden wij van tevoren ook niet gedacht dat dit zou gebeuren. Waardoor ging het vanmiddag in jouw ogen mis? Nou ja, dat is lastig aan te geven. Ik denk dat we gewoon na de 1-1 dat we gewoon nog goed in de wedstrijd zaten. Ik denk dat wel het kantelpunt is dat je gewoon een rode kaart krijgt. En op zich was het toen nog niet veel aan de hand. Ja, 10 tegen 11. Twente heeft gewoon een goed voetballende ploeg. Alleen ja, dan kom je 9 tegen 11. En ja, dan weet je dat het gewoon tegenhouden wordt. Wat gaat er dan door jou als doelman heen? Zeker in die laatste paar minuten. Dat je eigenlijk een verloren wedstrijd speelt. Het is alleen maar tegenhouden. En de score loopt nog op ook. Nou ja, toen werd het 3-1. Je wil gewoon zo min mogelijk doelpunten tegenkrijgen. Dat is, nou ja, ze krijgen nog één kans van Luc Castellos die hem erin schiet en dan wordt het 4-1 en ja, dat komt wel hard aan. Wat ging er mis bij die 1-1? Dat is nog een moment in de wedstrijd dat het natuurlijk echt een wedstrijd is en het zag er ja, heel slemielig uit. Nou ja, hij raakt die bal verkeerd, hij gaat over me heen. Ik kon er net met mijn vingertoppen bij en ik was wel blij dat ik hem tegen de paal aan kreeg. Nou ja, dat zal je altijd zien in de fase waar we zitten, dat hij dan precies voor een speler van Twente komt en die schiet hem gewoon binnen. Je hebt niet het gevoel daarbij dat jij zelf anders had kunnen handelen om dat te voorkomen? Nou, misschien had ik iets meer een vinger erachter kunnen krijgen, maar ja, dat is achteraf. En ik was wel blij dat ik hem geraakt had en dat hij niet rechtstreeks erin was gegaan, alleen dan komt hij weer in deze fase recht voor iemand van Twente te liggen. Jouw trainer zegt ook eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd dat jullie niet heel erg fel waren. Herken je daarin? Ik denk dat we het wel onder controle hadden. Alleen zij waren scherp in de duels, ze zetten heel vroeg druk. En daarom hadden we het wel lastig, maar we hadden het in principe onder controle. We hebben eigenlijk heel weinig kansen weggegeven. En, op het moment dat er rode kaarten komen, dan weet je dat je dat het tegenhouden wordt. Dan moet je nu naar de arena. Gaat de druk nog meer toenemen? Want je hebt opnieuw een wedstrijd verloren. En een hoop spelers in de voorbereiding op het volgende duel zijn niet eens bij de club. Of kan dat ook een voordeel zijn in jouw ogen? Ja, dat moeten we volgende week zondag maar antwoord op geven. Ik bedoel, voor de jongens is het mooi dat ze nou naar Nederland zelf te kunnen en daar gewoon een wedstrijd weer kunnen spelen op topniveau. En wij moeten hier gewoon in alle rust met de rest gewoon zo goed mogelijk voorbereiden. En die jongens komen gewoon vrijdag terug en dan moeten we ons voorbereiden op Ajax. Rommelt het ook al in de kleedkamer of is er op dit moment een beetje ook gelatenheid over hoe zo'n wedstrijd loopt? Nou ja, niet echt gelatenheid natuurlijk. Iedereen zit er doorheen en iedereen had gewoon gehoopt dat we deze wedstrijd tot een goed einde konden brengen. Dus het was wel even stil in de kleedkamer. Maar we moeten gewoon bij elkaar blijven en gewoon niet elkaar afvallen, gewoon bij elkaar blijven. En dan hebben we gewoon een ploeg die goed kan voetballen. En dat hebben we vorig jaar laten zien, dus dat komt vanzelf alweer.